Kalimera beauty. Dit is de keukenkoningin. Dit is de shoothoek. Dit is echt te leuk. I've got a reputation actually. I can't do that. Oh, oh nice. Wat leuk. Powerpuff. Hey. De andere kant is beter. Oh, jezus. 3, 2, 1. Jongens, help. Nee, het is veel te blij. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag is het vrijdag. En ik ben samen met Mo op Schiphol. Waar gaan we naartoe, Mo? We gaan naar Griekenland, Athene. Ja, we gaan naar Athene samen met I Love Griekenland, ofwel het Griekse verkeersbureau Greece, Visit Greece. En we gaan dus naar de regio Attica. We gaan niet alleen naar Athene, we gaan ook nog naar een of ander eilandje. Volgens mij heet het Poros. Maar daar laat ik jullie straks alles van zien. Ik ben echt heel erg benieuwd. Super vroeg in de ochtend. Het is 5:45. Ik ben zo vroeg opgestaan. En ik heb echt slecht nieuws voor jou, Mo. Als ik vroeg opsta en weinig slaap heb, word ik echt heel erg hyper. Ja, maar dat had je misschien al een beetje gemerkt. Ja. Oké, dus dat belooft heel gezellig te worden. Er gaan trouwens nog meer mensen mee, ook allemaal pers. Dus wordt vast wel heel gezellig. Oh, make-up is echt niet bang. Hallo lieve mensen, we matchen weer. Ja, we matchen. Nou, weer voor het eerst eigenlijk. Nou, in deze sorry hoor, we hebben al een keer gematcht in Griekenland. Wist je nog? Voor jullie is het echt 2 minuten verder. Voor ons is het echt 5 uur verder of zo. 7. En we zijn echt net in Athene aangekomen. We gaan meteen op af. We gaan namelijk nu de Acropolis heuvel op. En vanaf hier kan je hem al zien. Ik ben even omgekleed in een ander outfitje. Want ik ga natuurlijk ook eventjes daarboven shooten. Maar volgens mij gaat het regenen. Dat is wel echt balen. We zijn ook nog niet langs het hotel geweest. Ik ben helemaal niet opgefrist. Ik heb me net echt gewoon in de bus omgekleed. Maar weet je, alles voor de foto. We zijn nu ook nog even in het Acropolis Museum. Mo gaat hier even een foto maken. Bewaker kijkt me aan. Jongens, help. Help, jongens. Jongens. Jongens, help. Kruip nou maar lekker tussen zijn benen, Mo. Nee, joh. Hoppa. Kijk, snelle planga wordt erbij gepakt. Snelle planga. Ja, want het is echt een planga. Hey, snelle planga. Kijk even, foto even snel. Ik ben ingecheckt in de hotelkamer en ik heb een eigen hotelkamer. Mo zit hiernaast. Ik zal jullie heel even kort de kamer laten zien. Het is, even checken, een heel lekker bed. Ja, oh, dit is mijn camera dingetje. Oh, dit ligt lekker. Oh, nu heb ik echt zin om te slapen. Maar dat kan niet, want wij gaan zo naar beneden. En dan krijgen we iets meer info over de regio van de representatives van deze regio. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. En ik wilde eigenlijk echt nog de rest van de kamer aan jullie laten zien. Maar ik wil nu gewoon blijven liggen. Oké, 3, 2, 1. Ja, verder is er eigenlijk gewoon nog een badkamer. Dus dit was echt een hele erge mini roomtour. Maar goed, wat ik ook echt nog even extra aan jullie wilde laten zien is deze jurk. De jurk is van ASOS. De hele outfit die ik aan heb is trouwens van ASOS. En ik vind het serieus zo een vette look. Ik heb de jurk niet zelf uitgekozen. ASOS vroeg mij of ik deze op mijn manier wilde stylen. En dat heb ik dus gedaan bij deze. Ik heb er 2 linkjes omheen gedaan. Ik zet alle linkjes al even in de beschrijving. Ik heb er ook nog een hoed bij gedaan en laarsjes om het lekker af te maken. Maar ik vind de jurk op zichzelf ook al zo leuk met deze pofmouwtjes. Zelfs van de achterkant ziet dat er echt heel erg leuk uit. Kijk. Powerpuff. Hey. Ik ga me eventjes omkleden, denk ik. Nee, ik ga eerst Mo lastigvallen. Room service. Welcome to my crib. Oh, jij hebt een fauteuil. Jouw is groter, man. Nee. Oh, je hebt kapot veel ruimte. Mo heeft gewoon de mansion gekregen. En ik heb gewoon een kleine kamer. Mo, nee. Mo, stop. Oh, je bent zo schattig. Oh my god.
Bang bang. Dit is er wel echt zo een, weet je wel. Nu ga je paardrijden of zo. Beetje ouderwets. Of ezel, hè? Sorry trouwens. Geen paard voor jou, ezel. En dit, lieve mensen, is... Ik ga een unicorn rijden. Oh Lord, trouwens, ik heb een bril meegenomen, speciaal voor jou, want ik dacht misschien dat je deze leuk vindt. Doe je ogen dicht. Oké. Okay. Zit hij goed op je oren? Ja. Oh, nou, droogte het. Look. Wow, wat groot. Lekker hè, Chloe. Bam. Maar het past niet bij mijn outfit, vind nee, ik. Nee, natuurlijk niet nu, maar gewoon überhaupt. Maar lijk ik niet gewoon op een bij? Op een bij? Ik lijk op een bij. Mean bee, dog, in die cirkel hier. Hij is wel echt heel big. That's what she said. Okay, I'm done. Alright guys, ik ben klaar voor de avond. Dit is een trui van AliExpress. Volgens mij heb ik die in mijn AliExpress shoplog ook aan jullie laten zien. Maar als ik hem zo aan heb, vind ik hem helemaal niet Ali. Toch Mo? Mo is hier. Oh, Mo filmt mij. Hier, oh, altijd zo'n sneakbak met zijn cameraatje, hè? Ja, dan moet je die. De andere kant is beter. Oh, jezus. Nee, maar ze moeten niet te veel blote buik zien. Anyway, dit is de look of the evening. We gaan nu, nou ja, eerst dus naar dat... Representative de... evening dinner. Juist. Nou, Mo heeft het heel mooi gezegd. En dan gaan we lekker eten. Ik zit hier met Margje. Margje is ook een media... Nou, een kleine blogger. Een blogger. En ze vraagt hoe oud ik ben. Dus ze mag van mij raden. Ze wil het niet, maar ze gaat het toch doen. Ik wil dit niet. Dit is echt heel erg. Maakt niet uit. Oké, nou, je ziet er mega jongen goed uit. Ik ga even kijken of je... Zo beginnen we altijd, ja. Ik ga even rimpeltjes kijken of je rimpeltjes hebt van dichtbij. Wacht. Oké, eerst even gezicht strak. Ja. En lachen. Ja, maar het zijn lachrimpeltjes. Dus je bent een vrolijk mens. Dat scheelt. Mooi gezegd. Ik gok. Oh, dit is echt heel erg. Je mag gewoon eerlijk zijn. Hè? Ja, en als u me daarna nooit meer terugziet, dan heeft ze me gewoon vermoord. Dan weten jullie waarom. Oké, ik zou zeggen... 29. Oh, dankjewel. 29. En volgens mij, max 32. Oh, dat hoefde je niet toe te voegen. Nee, maar wel voor de zekerheid. Oh. Om het reëel te houden. Maar ik denk het niet hoor. Jullie zien haar nooit meer terug. Ze is veel te blij. Dit was het. Ze is veel te blij. Leuk geprobeerd. Ze is veel te blij. Nee, 29 vind ik een hele eerlijke. Ook wat ik denk van wat jij al bereikt hebt, dat kan je niet op je 24ste, 25ste al bereiken. Oh, dat vind ik dus een compliment. Ik heb hierover nagedacht, hè? Maar ik ben 30. Echt? Ja. Echt net 30. Dus je bent heel goed. Ja, wat goed. Ik vind het goed. Ze ziet eruit natuurlijk als 24, dat snap je. Hey guys, welcome to our unboxing. Welcome to our unboxing, yeah. Oké, we gaan hem openmaken. Ik vind het wel leuk om bij jou te zien. Oh, je gaat gewoon kijken. Ja, ga je gewoon kijken? Dit is dus een soort van boxje voor je visitekaartjes. Superleuk! Oh, zo leuk. Dit is dus hetzelfde als hun nieuwe logo. En het staat voor allerlei verschillende dingen. Onder andere exploreren. Van de city center tot alles daarbuiten. Dus bijvoorbeeld Athene en alle eilanden. Maar ook... Film je? Oh ja, het begin der tijden. En het einde der tijden. En... Dat weet ik niet meer, schat. Life in general. Mo, waar zijn we? In een hotel. Nee. Ik weet niet wat het anders van het hotel. Bij het lopende buffet. Oh, bij een lopende buffet, ja. Ja, goed zo. Cheers. Goedemorgen, guys.
guys, vandaag is het zaterdag. Dit is onze tweede dag in Griekenland. We zijn nog steeds in Athene. Maar we zijn nu bij de Sanctuary van Dimitri in Eleusis. En Dimitri is een van de Griekse goden, namelijk de god van de agricultuur. Ja, ik vind het echt zo impressive, al die Griekse mythes die er zijn. Er wordt ons nu heel veel over verteld. En ik vind het echt heel interessant hoe de mensen hier daar vroeger, en misschien nu ook nog wel, over dachten. Het regent helaas alweer hier in Griekenland. Ja. We hadden echt beter weer verwacht, maar dat doet er niet toe. Desondanks genieten we van de omgeving. En van we de foto's. Hebben leuke foto's kunnen maken. Yes. Maar we zijn de groep kwijt. Ja. Wij willen dus nu niet helemaal hier naar boven lopen om er dan achter te komen. Oh shit, zij zijn al beneden. En dan moeten we weer naar beneden. Ja, en dan zijn we alsnog echt te laat. Zeg maar. Zullen we gewoon Dora the Explorer uithalen? We hebben ze gevonden. Ze zijn in het museum van Eleusis. Dus hier gaan we nog even rondkijken. Heel veel mooie beelden weer. Het is ietsje later op de dag. Volgens mij is het een uurtje of één of zo. Nog steeds best wel regenachtig. En we zijn op de boot naar Poros. Dat is een eilandje letterlijk aan de overkant. En daar gaan we dus heen varen nu. Ik hoop echt dat het weer wat beter wordt. Want op dit moment is het dramatisch. Wij zijn ingecheckt in ons hotel. We slapen in Odyssey Suite. Het zijn allemaal hele schattige, ja, eigenlijk soort van appartementjes, kamertjes. En ik ga jullie even een hele korte roomtour geven. Mo neemt de camera van me over. Welkom mee. Graag, stuk. Kijk, dit is de shoothoek. Dit is echt te leuk. Dit is gewoon, ik wil nu stoer gaan demonstreren, maar ik moet wel voorzichtig zijn. Ik kan. Sorry, eigenlijk is die sneaker helemaal niet sexy met deze rol. Nee. Heerlijk, maar het hoort ook niet zo. Maakt niet uit. Loop ik. En dan is dit de kamer. Het is nu een beetje donker. Kun je überhaupt iets zien? Het leukste vind ik de tegeltjes. Is dat toch cute? Heel cute. Vind ik echt heel leuk. Wil ik thuis really ook. Moroccan. Mo, waar zijn we? Wat gaan we doen? We zijn bij Arsi Suite en we gaan superfood eten. Yes, yes, yes. Met andere woorden, gewoon lunchen, maar ja. Wij hebben echt heerlijk typisch Grieks gegeten. En we krijgen nu een kookcursus van Katharina. Katharina is de eigenaresse van Hotel Odyssey of Odyssey Suite. Hallo! Hallo! And it's going to be so easy. You will take these little books with you and you will do them at home and you will do them all. Ha! Dit is de keukenkoningin. Sorry. Ik voel me nu echt zo'n YouTuber, weet je wel, met haar eigen keuken die dan op een gegeven moment zo'n geluidje maakt naar een hapje. Hi guys, inmiddels is het avond en Mo en ik hebben vandaag eigenlijk vooral nog heel veel gefotografeerd. Terwijl de rest van de groep een soort van hike is gaan maken. Die hebben een soort van eilandtour gedaan samen met Katrina, de eigenaresse van dit hotel. Best wel jammer om dat te missen, maar Mo en ik wilden gewoon echt eventjes wat content maken, want het is hier gewoon te mooi. En nu gaan we eventjes met z'n allen eten bij de White Cat. Dat is een restaurantje hier verderop. Dus ik heb me eventjes omgekleed in dit topje van Public Desire. Ik vind hem echt super leuk, want je kunt hem eigenlijk op twee manieren dragen. Je kunt hem zo dragen, gewoon zeg maar op de schouder, of je kunt hem off the shoulder. Eigenlijk vind ik off the shoulder wel nog mooier, maar het is nu best wel koud, dus ik laat hem denk ik gewoon zo. Deze ketting is trouwens van ASOS en ik vind hem echt heerlijk, want het zijn er een soort van 3 à 4 in 1. En er hangt nog een hele mooie steen aan. Love it. Okay, I'm ready for food.
Ja. Moet in één keer, toch? Nee. Ja, ja. Officieel wel. Nee, ik vind het fout. Soft. Nee, ik hoef hem wel. Hi guys, vandaag is het zondag, onze derde dag hier in Griekenland. En we zijn nu bij het SFNCC. Ik weet even niet hoe ik de volledige naam moet uitspreken, dus ik zet het even hieronder. Maar dit is een soort van cultureel centrum, ook wel het Grieks Nationale Opera. En dat is echt een immens groot gebouw. En hier worden dus allerlei culturele activiteiten gehouden. Sporten, bibliotheek en weet ik het wat allemaal nog meer. Ik ben nu de groep verloren, dus ik moet heel even rennen. Ik weet niet waar ze naar binnen zijn gegaan. We zijn nu helemaal naar boven gegaan in het gebouw. En het uitzicht vanaf hier is best wel impressive. Jongens, ik ga gewoon echt letterlijk mijn make-up bijwerken in de camera. Want je meid is moe. En ik ben vergeten concealer te zetten. Oh, she's getting more beautiful by the second. Oh, shining. Wij lopen nu door Plaka. Dit is de oude volksbuurt van Athene. Dit is bij toeristen echt heel erg populair, omdat het zo'n authentiek en gezellig karakter heeft. Maar het is dus echt gewoon vrijwel rechtstreeks onder de Acropolis. Dus hier keken we aan het begin van onze reis blijkbaar over uit. Maar het heeft echt hele mooie architectuur. Μένω εδώ γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Όλα τα ρούχα μου να λείπουν από τα σχοινιά σου. Voor iedereen die denkt, wie is die Andrea Podicelli? Dat is de fotograaf van Griekenland die eigenlijk overal mee naartoe gaat. You see that Greek god over there? Who is it? Is it Dorcas? Is it Agatha? Is it Prudence? Is it Zeus? Is it Poseidon? Is it Athena? We're gonna find out. Or is it Larissa? Tiri. 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 Tiri means cheesy. Oké, jongens, wij hebben net echt heerlijk geluncht bij Woulandres, National Museum of History. En we zijn nu een soort van hikeje aan het maken door de bergen. Dit is de Pernita Mountain. Hoe leg je dit nou aan? Alleen, ik moet zo nodig plassen. Oh, nee. En we zijn midden in de natuur. Iedereen zegt tegen mij, joh, ga dan eventjes hier zo ergens achter een boom. En ik denk, I've got a reputation, actually. I can't do that. Oké, net kon hij heel mooi zingen. Ik weet niet wat dit is. Oké, we zijn naar boven gelopen. Naar het Fortress of Philly. Ofwel het fort van Philly. En het uitzicht hier is, kort gezegd, prachtig. Laatste avondmaal met de groep, gezellig, yay! Well, yeah. To more beautiful times like this in every country, it doesn't have to be. Anywhere. Kalimera beauties! Hi! Ja, kalimera is goedemorgen in het Grieks. Het is vandaag maandag. Dit is onze laatste dag in het mooie Griekenland en in prachtige Athene. Wij gaan vanmiddag weer terug vliegen naar Amsterdam. Maar we hebben nu nog eventjes de tijd voor onszelf. Dus we lopen door Koukaki. Dit is een leuk buurtje hier in Athene. En
Mo en ik gaan vooral eigenlijk nog eventjes shooten. Mo en ik dragen allebei biker shorts of cycling shorts, hoe je ze ook wilt noemen. Het is een trend. Als het goed is, staat mijn trendvideo al live wanneer jullie dit zien. Anders komt er een hele leuke trendvideo aan, jongens. Waarin ik jullie meer ga vertellen over de trends van het moment en hoe je ze draagt. Oké, ik ga Mo nu even shooten. Je moet neervallen. Oh. Oké dan, wij zijn klaar met shooten en ik zie er meteen weer uit als een slonsje. Maar goed, ik ga me zo nog even omkleden om sexy en wel naar Amsterdam terug te gaan. De vlog ga ik bij deze afsluiten. Mo, wat vonden we van Griekenland? We vonden het leuk. De hospitality is for real. Ja, ze zijn heel gastvrij. Hele lieve mensen, heel positief, heel veel filosofie op alles. Ja, inderdaad. Echt heel veel. En, ja, dat is wel leuk. Ja, en vooral de uitzicht. Ja. Vanuit zeg maar een hoogte. Alle supermooi. Uitzichten waren heel erg mooi. Maar jullie hebben eigenlijk alles wel een beetje mee kunnen kijken. En wij kunnen nu ook Grieks koken. Oh mijn god, yes. Dus. Heel belangrijk. Ja, dus we gaan echt voldaan weer naar huis. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken. In ieder geval heel erg bedankt. Mogen we de vlog afsluiten voor jullie op z'n Grieks? Nee, dat... Kalimera, kalispera. Nagwalera, warera. Tzatziki, Giros. Vergeet allemaal niet te liken. Thumbs up. Volg haar op Instagram, @larissabruin, overal. En laat een reactie achter wat jullie vinden van Griekenland of als jullie ooit naar Athene zijn geweest. Ja, en abonneer op mijn kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei! Oké, hey guys, dit is poging nummer 1 voor mijn eigen vlogchannel. Grapje. Ik probeer te zien hoe ik ben op camera. Even kijken, want misschien niet toch? Misschien komt er wel wat. By the way, jullie vlogstress is making herself up. Which is unnecessary, want het wordt toch niet beter. Want ik ben toch al zo mooi, hè?